Goedemorgen, het is zondag, tijd voor weer een nieuwe vlog. Begon deze zondag met de start en de eerste helft van de marathon van Amsterdam. En dan stappen we zo lekker op de fiets. Gaan we naar een verjaardag. Hey. Lekker aan het fietsen. Er heeft een beetje zin in. Jongen. Dan ga je na de verjaardag nog even lekker het weekend goed afsluiten met een bioscoopje. Privé Bob erbij. Wow. Gezellig toch? En hier weer links of? Ja, hier weer links. Yes. Oeh, luchtballon. Leuk. Yo. Hello Kinepolis. Kino. Tja, zou het zijn. Oh jongens. Een lekkere Griekse mix grill. You're a legend, Fred. We're all legends. Goedemiddag, het is maandag. Ik zit even lekker een vlog te kijken van Patricia. Met een lekkere uitgebreide lunch erbij. Met sla, ui, paprika, 2 eitjes, tonijn, feta kaas. Ja. Lekker. Zo kom ik mijn lunch wel door. Dat was de visio weer. Voorzichtig uitbouwen. 5 kilometer. En hopelijk geen reactie, of maximaal dezelfde reactie als zaterdag. En weer meer oefeningen erbij gekregen. Volgens mij ga ik gewoon straks een uur oefenen voordat ik überhaupt aan de dag begin of zo. Het bouwt alleen maar op. Maar ja, voor een goed doel. En erin houden dan maar die oefeningen. Oh, zo leuk. Zaterdag buurtfeest gehad bij ons achter thuis. Er staat ineens een van de buren bij ons op de stoep. En kijk eens. Zoveel lekkers meegenomen. Biertje, worstje, chips, nootjes. En... oh... harde worst. Oké. En dan weet er eentje dat ik graag hardloop. Jongen, lekker. Chippies, nootjes. Ja, daar weten wij wel raad mee. En die komen van pas als ik de lange duurlopen weer ga doen. Hoi, het is alweer woensdag. Mijn kat van de fysio gisteren meegekregen. Om een 30, 40 minuten ongeveer testloopje te gaan doen. Dat was ik in eerste instantie van plan om gisteren middag nog te gaan doen. Maar... hij had me flinke pakken genomen met die oefeningen. Dus ik had nogal wat last van mijn spieren in mijn
billen en mijn bovenbenen. Dus dat werd hem niet meer. Nou, nu even... Ik ben de hele ochtend aan het werk geweest. Dus even lunchtijd. Een lekkere omelet maken. Denk ik. Ja. Lekker allemaal verse groentjes erin. En dan straks weer verder werken. En als het goed is, heb ik aan het einde van de middag een uur. Dan kan ik daarin nog lekker even gaan hardlopen. Want mijn spieren voelen nu weer goed aan. Tijd voor een test van mijn kuiten. Maar eerst lunch en weer verder aan het werk. Het is weer tijd voor de baantraining. Eigen tempo, eigen rondjes. Ik zat niet filmen, want het regent een beetje. Maar ik heb er wel zin in en ik ben heel benieuwd hoe... en ik ben heel benieuwd hoe mijn kuit morgen reageert. Ik vind het ook wel spannend. Stom eigenlijk. Het moet gewoon leuk zijn. Ik wil gewoon lopen. Punt. Als het buiten het weer is en je kuit toch nog een knoop vertoont, dan binnen op de tax en ik zal jullie laten zien. Dus de tax. Heel eenvoudig. En dan lekker klaar. Koptelefoon erbij. Filmpje starten. En trappen maar. En na een half uur fietsen, lekker weer opgefrist. En nou is het tijd voor binge-watching. Movie night. Ja, hoe zullen we het noemen? Binge. Binge. Yes. Tijd voor de Divergent serie. Woep woep. According to personality and aptitude. We've created a society in which each faction plays a critical role in maintaining the social order. And that is number 2. Bumbling. Is now under attack from a small... En dan is het half 1. De hele trilogie gezien. Divergent. Insurgent. En Allegiant. Die waren beschikbaar. KPN. KPN On Demand. Pluspakket. Nee, ik had de boeken gelezen. Ik had de eerste 2 films al een keer eerder gezien. Ja, werd het toch wel eens tijd voor deze films. Alleen, die derde film. Ik vond hem mooi. Maar... heel anders dan het boek. In het boek gaat er iemand dood die in de film gewoon blijft leven. Ja. Bijzonder. En nu... snel... Soeps, snel me een beetje opzoeken. Morgen weer een nieuwe dag. Zaterdagavond. En ik ben hier in Nijverdal. Voor de Diepeholtbergloop. Althans, het avondonderdeel. En
Dan gaan we eens even kijken wat er allemaal te doen is. Ik ben een beetje vroeg. Ik mag straks bij de start helpen en dan naar de finish. Nou, eens kijken of ik dan nog wat kan filmen onderweg. En daar gaat het gebeuren. Zo, mijn uitrusting voor vanavond is ook compleet. Veiligheidshesje en een crew t-shirt. Lekker groot, kan ik die mooi over mijn kleding aandoen. Ja, ja, nog even en dan gaat het gebeuren. Ja, als je dan naar het toilet moet, dan kan ik je dat heel snel doen. De toiletten die zijn achter de stadwakker op de markt. Daar vind je die toiletten dus. Deelnemers die richting de stad pakken, de 995 zijn deelnemers. Wordt hier uitgereikt door de naamgever van de marker, Hemelsland. Dat was weer een mooi feestje. Tenminste, het feestje gaat nog wel even door. Ik ga weer naar huis. Go Johnny, go. Nou, go Nicole, Nicole, go. Go naar huis. Het is weer mooi geweest vandaag. Heel veel mensen van water kunnen voorzien. Ha! Nu lekker naar huis. Een bedje opzoeken. Morgen weer een dag. Weer een postje vrijwilliger. En voor nu bedankt voor het kijken. Ik sluit deze weekvlog ook weer lekker af. Tot de volgende vlog.